Hallo Big Legion en welkom bij een nieuwe part van Mafia 3. We gaan gelijk praten met Donovan. We moeten hier wachten bij het bankje. Je ziet de marker mooi niet. Lincoln is zo breed. Die hele marker verdwijnt. We gaan het zo aanpakken. We gaan de wijken verdelen wel onder alle drie, zeg maar. Dus Cassandra krijgt een wijk, Vito krijgt een wijk en Burr krijgt een wijk. En we beginnen met die van Vito. En het mooie is namelijk ook, en daarom heb ik ook besluit genomen, naast dat ik ze eigenlijk allemaal wel een beetje te vriend wil houden natuurlijk. Cassandra's wijk is hier en dit sluit perfect aan bij Cassandra's huidige wijk. Hetzelfde geldt voor Vito hier met Downtown, brugje over en hij is in zijn eigen River Row. En bij Burke en Tickfall Harbor hetzelfde verhaal. Dus qua dat leek het mij gewoon het handigste om op deze manier te doen. Dus we gaan dit hele gebied overnemen, dit aan Vito geven, dan van... dan Burke. Ik heb Burke nog liever dan Cassandra. Ondanks dat ik Burke een eikelbijter vind. Gaan we dan Tickfall Harbor doen. En uiteindelijk als einde gaan we Barclay Mills doen. En daarna zien we wel weer. Want er zijn dus nog wat andere gebieden die we moeten overnemen. Dit gebied. Geen idee of we dit moeten overnemen. Of de bayou van iemand kan zijn. Denk het persoonlijk niet als ik eerlijk ben. Omdat alle illegale dingen hier plaatsvinden. Heel veel van de wietmissies en al die trafficking dingen, zeg maar, die komen allemaal uit de bayou. Dus ik denk dat dit een beetje een groot open gebied moet voorstellen. Maar dan hebben we nog steeds de South Downs, de French Ward en Frisco Fields. Dus dat zijn de volgende drie waarschijnlijk die gaan komen. En daar kunnen we helemaal niks. Dus weet je een beetje wat de planning is en wat ik allemaal ga doen. En ja, laten we met Donovan gaan praten. This part of town's run by a man named Tony D'Orazio. From what I was able to piece together, he's a real fucking weirdo. Some kind of savant when it comes to numbers. Then he must be the one who runs Lou Marcano's books. Runs his books, launders his money. Hell, he even manages Lou's relationships with city officials. It's Tony's job to make sure their asses stay greased. How do I get to him? Well, that's where things get interesting. Tony lives in the penthouse on the top floor of the Royal Hotel. Elevator access is restricted and the rest of the hotel's crawling with Tony's goons. Well, he can't stay up there all the time. I'm gonna need a schedule for when he comes and goes. I've been watching this cocksucker for a month now and he's left exactly one time. That was because one of his men fucked up. Took a pipe to the poor bastard's left arm. Well, it looks like he's got a front business he uses to issue bribes and launder Lou's money. And another one that soaks up funds from the city. I hit him. He overreacts. Then I get my opening. And fuck up things between him and Lou in the process. Be careful with this one. Just because Tony's a goddamn spastic doesn't mean he won't cut your balls off if given the chance. Really? Shrimp. What you call me? I have a subscription. En dan weet je een beetje een raar einde van de cutscene en ook een mooie knip. En dat komt puur omdat copyright natuurlijk een beetje tegen probeert te gaan. Bij die cutscene van zo net na zijn lachje van Donovan, die had ik er nog wel ingelaten. Want Donovan vind ik echt een baas. Maar na dat lachje kwam eigenlijk niks meer, alleen maar muziek. En vervolgens loopt die muziek echt gewoon voor 2-3 minuten door, terwijl je gewoon in de game zit. En dat is prima als je de game speelt, dan is het juist leuk. Maar voor YouTube uploads en eigenlijk met het copyright systeem van je Link My Button is dat niet fijn, want dan krijg je automatisch een claim. En als het goed is, die 8 seconden muziek wat erin zat, zou nog goed moeten zijn. Er zit een beetje een minimum aan, voor zover ik weet, voordat je geclaimd wordt. Dus het zou goed moeten zijn. Dus vandaar de knip. Om dus copyright tegen te gaan en de rare cutscene. Maar moet geen probleem zijn, anders kunnen jullie helemaal niks kijken en dan ben ik niet blij van. We kunnen dit ding gewoon oppakken, Repent Magazine. Geweldig. Jesus Christus in een boek. Talk to Lenny Davis, dat gaan wij doen. We gaan een auto bestellen. Ik zou een keer met een leopard gaan. Ik heb die weinig laten zien volgens mij jullie.
Ik heb er wel mee rondgereden. Oeh, we krijgen een ander bericht trouwens. Maar ik heb er wel mee rondgereden, maar ik vond hem niet zo heel chill. Maar ik zal hem nog even laten zien. We hebben Lieutenant Tony DeRazio. Tony DeRazio runs downtown like a well-oiled machine. He's the type of lieutenant who manages to keep his cool even when he's confronted by his hot-headed capo, Uncle Lou Marcano. Oké, die Uncle Lou Marcano hebben we ook wat over gehoord van gewoon Sal Marcano. Toen hij in gesprek was met Georgie, dus. Uncle Lou counts on Tony to manage all financial aspects of his operations. Bringing down Tony will expose Lou's weaknesses. Awesome. Nou, de leopard is onderweg. Die dude gaan wij dus killen. En hij zit dus helemaal daarboven in de penthouse. Ik hoop echt dat we daar naartoe kunnen, jongen. Dat zou zo fucking vet zijn. Als wij helemaal naar boven mogen naar de penthouse. Dan hebben we echt een overzicht over de hele stad. Ik weet nog, in Mafia 2 ging je met een glazenwasserkarretje aan de zijkant. Zat je ook helemaal boven. Dat was heel cool. Ik mis een beetje die type missies. Ik mis dat serieus wel een beetje in deze game. Het is echt een geweldige game, maar... Vooral qua story, zeg maar, en de echte story missies. Maar er zijn toch ook wel een paar dingen dat ik zeg van... Ah, was leuk geweest dat dat erin zat. Maar ja, kun niet alles hebben. We gaan gauw dus naar Lenny toe. Lenny Davis. En we rijden ondertussen mensen aan, want... Dat is niet grappig. Dat is alleen grappig in GTA. En we knallen tegen auto aan. Want dit kreng rijdt voor geen meter. Echt voor geen fucking meter. Dit is de kutste auto die je kon krijgen bij die DLC dingen. Die Mustang, of die Stallion in dit geval, die rijdt prima. En de MX-100 is echt fantastisch. Maar dit vind ik echt een kut auto. Maar we gaan hier naar binnen. En we zijn bij... Wat? Swoosh? What the fuck is Swoosh? Is dat een bar? Dat is een restaurant. Oké, we gaan naar binnen bij Swoosh. Wow. Ik denk, kom gelijk een cutscene, maar we moeten echt naar hem toe lopen. Die man is een beetje zenuwachtig volgens mij. Ben jij het? De persoon die ik moet meeten? Ja, dat ben ik. Hallo Lenny. Mooie bril. I heard you have information for me. The name's Lenny Davis. I work in the city clerk's office, and your friend said you could help with this guy blackmailing me. What kind of juice makes you someone worth blackmailing? My office approves new projects under development. I fucked up, cheated on my wife, and this guy, Jimmy Kavar, filmed it. Come to find out, the girl worked for Kavar, too. And now he owns you. He's forcing me to rubber stamp phony building projects and cash the checks for his company, Kavar Construction. Probably seen the signs over where they're building the new city hall. Thing is, Kavar doesn't really come around unless there's a problem. Don't worry. I'm pretty good at causing people problems. Some of his men hang out around downtown. Look, I ain't a bad guy. I just made a mistake is all. Keep your head down, Lenny. I'll pay Kavar's men a visit. See what they know. People will know more about what he's doing than I. Mooi, mooi. Eens even kijken wat wij allemaal kunnen doen nu. Die kill dingen moeten we sowieso doen, die enforcers. Anders komen die er aan het einde bij. Dat is een beetje het probleem hiervan. De meeste dingen zeg maar, wil ik wel skippen. Omdat we dus een bepaald damage target hebben. Zo gauw als we die hebben gehaald, kunnen we andere dingen doen. Construction vehicles, supplies. Die enforcers moeten we dus sowieso killen. En die kraan, dat gaan we sowieso doen. Kijk, dus als er leuke dingen tussen zitten. Dat ik zeg van, hey, dat is uniek. Die gaan we sowieso doen. De enforcers killen is echt 3 seconden werk. Kunnen ze bij wijze van spreken nog gewoon aanrijden. En dan moeten we daarna even kijken wat er nog verder voor damage remaining is. Maar dat bedoelde ik dus ook met het skippen wat we gingen doen. En dan moet ik wel even een ding aanzetten. We beginnen gewoon met de kraan. Die kraan die lijkt fucking cool. Dat idee tenminste klinkt echt geweldig. Dus laten we hopen dat het ook geweldig is. Construction supplies, city resale, wreck any supplies you find. Ja, dat snappen we. Kijk, want die dingen bijvoorbeeld, die stockpiles, die boeien niks. Dat is niet echt een speciale missie die echt iets uitlokt, zeg maar. Dat is gewoon een beetje damage doen. Als ik nou hier tegen een prullenbak aanrij, dan wordt de gemeente boos op mij. Dan heb ik damage done aan de gemeente. That's it. Dus dat stelde me niet zoveel voor. Sorry mevrouw. En die paraplu bijvoorbeeld ook. Die heeft nou ook damage. Je snapt wat ik bedoel. Maar die kraan bijvoorbeeld, dat is echt een uniek iets. Dat is super vet. Tenminste, op papier. Nou, we hopen dat de game het nog mooi maakt. We hebben hier ook gelijk een enforcer kill ding. Dus dat kunnen we zo meteen gelijk erachteraan doen. En dit ding, zoals je ziet, hij is slom en echt een kut auto.
echt een baggerding. Maar, we zijn er. Even kijken. Even weer inkomen. Ik heb de game even niet gespeeld. Ik heb Call of Duty Modern Warfare Remastered Platinum gehaald. Dat zou ik ook nog steeds doen. En dat was al even een moment. Even een mafia pauze. Want ik had heel veel achter elkaar gespeeld. Het is echt wel leuk, maar op een gegeven moment is het toch ook een beetje saai. Trespassing. Hallo meneer. Knife in je bakkes. Nee, dat was niet in je bakkes trouwens. Dat was in je zij, maar komt op zelfs neer. Knife in iets wat pijnlijk doet. Damage remaining, 49.400. Sowieso, dat die kraan heel veel schade aan gaat richten. Zou het tegen een gebouw aan flikkeren? Oh, dat zou vet zijn. In plaats van gewoon in elkaar storten. Het gaat tegen dat gebouw aan. Of die andere kraan. Ik weet niet eens welke van de twee kranen het is. Neem aan die. Dat zou zo vet zijn. Oké, jij gaat naar beneden. Helemaal prima. Jij gaat ook naar beneden. Jij gaat onder de graszoden. En jij gaat achter hem aan. Je kunt zo een duo kist bestellen. Korting. Attach detonator. Oké, gaan we dat doen. Oh, we gaan weer even naar boven. Dat dacht ik al wel. Die gaan een gesprekje houden zeker. Nee, nu niet eens. Wow. Loopt hij weer terug? Huh? Nee. Hij is dood nu wel. Ik ga even dit lichaam ergens neerflikkeren. Even lopen. Want die ene dude komt zo weer terug. Neem ik aan. En hier is in principe niemand. Ja, er staat daar een dupe, maar geen guard achter iemand. Flikkeren we hem lekker hier neer. Ja, kick door. Wauw, ik wist niet eens dat we gesloten deuren konden opentrappen. Weer hebben we het geleerd. Flikkeren we zijn lichaam hier neer. Nou, glijmen van de trap af. Perfect. Cash mee. Oh, damage remaining. Nou eens even de detonator attachen dan. Oh, dit komt... duurt via links. Dat is die gast van net. Verder is er helemaal niemand hier. Ja, daarboven is sentry. Maar... oh, kut. Ik had een opportunity om hem te killen, man. We laten hem wel leven. Het is zijn lucky day. Oh my god, dit wordt geweldig. Please laat het geweldig worden, game. Stel mij niet teleur, game. Is hiervoor geplaatst. Clear out now. Oké. La 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 la. We gaan lekker casual naar boven toe. Niemand die het merkt. Oh, please, laat het fantastisch mooi zijn. Alsjeblieft, game. We krijgen een cutscene. Oké, de game heeft mij niet teleurgesteld. Dat was fucking vet. 25.000. Zoveel damage. Holy crap. Oh, sentry alerted. Wat? Kijk eens sentry. Oh, die sentry daar. La 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 la. Hij gaat bellen in de telefooncel. Dacht het maar van niet, bitch. Oké, misschien wel. Oh, witness is calling police. Send everyone, zegt hij ook heel mooi. We hebben een klein lichtelijk probleem. De cent. Oh god. Die mensen zijn er al. Dit zijn de reinforcements. Die schieten op mij en rijden gewoon weg. Omdat ze naar. Oh my god. Oké. Okay. De logica. Dit is een scheidauto. Waarom heb ik deze gekozen? He run away. Oké. Okay. Mooi. We staan net buiten het bereik van de politie. Gaan we even deze enforcer killen. Dat ging niet echt van een leien dakje. Maar die kraan die flikkerde heel mooi. Precies zoals ik had gehoopt. Dat voldeed echt aan mijn verwachtingen. En ik hoop ook die van jullie. Kijk, en dat zijn de coole dingen om te doen. Dat maakt deze game zo vet. Gewoon van die extra unieke aparte dingen. Hoe gaan we die dude killen? Waar is die dude? Hij zit daar. Kan ik hem vanaf hier hitten? Kan ik hem vanaf hier hitten? Ik heb geen idee. Ik zie hem krap aan, man. Nee, hij zit er net achter. Sneaky bastard. Hallo. Huh? Huh? Dus, ja, heel raar. Doe er maar niks mee. Oh, je komt kijken en dat mag ook. Duurt het iets langer. Oké, want dat is het voordeel aan een sniper. Dan kun je ook gewoon van een afstand die mensen killen. Daarom zeg ik ook dat het 3 seconden werkt. Maar het moet gebeuren. Die enforcers moeten nou eenmaal dood.
Dat is het hele ding. We kunnen deze vrachtwagen ook nog opblazen. Dat doen we ze ook nog wel even. Ik heb C4? Nee, ik heb geen C4. Dat is kut. Ik heb wel granaten. Dat is ook wel leuk. Zullen we een granaat op zijn bakjes gooien? We gooien gewoon een granaat op zijn bakjes. Hij gaat er duiken. Oh no! Dat zag er niet uit, man. Dat zag er echt niet uit. Hé, hey, er ligt hier trouwens een Playboy magazine binnen. Ben jij ook nog dood? Ga dan dood, jongen. Dank je. La 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 la. Geld meenemen. What the fuck heeft zij vast? Het zal wel. We gaan een granaatje tegenaan gooien, puur omdat het kan. Waarschijnlijk ontploft hij niet, hoor, door een granaat. Blijkbaar wel. Oké. Fijn, hij ontplofte. Wapen opbergen. Kijk, zo doen we dat. Eens even kijken, wat is ons volgende doel? We hebben nog een interrogate. Thinking about will hurt. Zoals personally. We moeten sowieso die andere enforcer nog killen. Dat is sowieso een ding. En deze supplies die boeien dus niet nogmaals. Die construction vehicle hebben we net gedaan. Dat was die vrachtwagen. Dus dat stelt er geen zak voor. We gaan die andere twee dingen nog even doen dan. En ik ga een nieuwe auto callen. Want echt. Ik wil zelfs de Stallion wel pakken hoor. Ik vind het echt geen probleem. Ik vind dat een vet auto. Ondanks dat het een Amerikaanse auto is. Maar die fucking Leopard. Echt. Dat is geen aanrader. Stop. Hij komt toch altijd fucking hard aanscheuren, jongen, met mijn auto's. Bitch. Mijn auto. Het gaat. Ja. Dank u. Dat toch wel weer. Hij is beter dan de mechanic in GTA. Hij is veel sneller. Komt echt direct eraan. Rijdt ook snel. Dat wel. Soms iets te snel. Naar mijn mening. Maar dan vooral. Die wiretap dingen trouwens pak ik nog wel een keer mee. Nu niet. Want we gaan toch niemand recruiten. We gaan al die lui allemaal killen. Dus vooral deze lui. Want het is allemaal familie van Marconi. Dus we hebben eventueel alleen deze racket bosses. Die we kunnen recruiten. Maar ook dan zeg ik fuck it. Ik heb alleen spijt dat we eentje hebben overgelaten. Dat vind ik echt jammer. We hadden ze dan echt allemaal moeten killen. Dat was leuker geweest. Maar ja, die ene had een familie. En dat was dan een beetje de reden ook. Maar anders dan dat. En zoals je merkt, deze rijdt veel fijner. Dat was één ding wat gelijk duidelijk was, denk ik. Hier had ik minder crashes en problemen mee. Die mensen horen niet bij, maar oké. Okay. Interessant. Die man, oh, die mensen allemaal wel. Oké. Okay. Oh, toch wel mensen daar nog. We hebben nog een granaat. Denk ik. Ja, we hebben nog twee. We gooien het op die vrachtwagen. En de rest die ontploft ook al mee, denk ik. Oh, ze hebben mij ook gezien. Dat is minder fijn. Even switchen naar de Tommy Gun. Fok je aan met je shotgun. En fok je aan met je wapen en maar zij. Hij is niet dood. Sentry alert, sentry alert. Waar is de sentry? Fok je bitch. Oké, die sentry die belt me aan. Die dude is dood. Dus dood. Even cash oppakken. Oh. Oh ja, nou, daar zijn de supplies, jongens. Woep, woep, dat was leuk. Au, 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 ik zit vast achter een fucking deur. Heel, dank u. Oefenwijzer opgepakt. We gaan gelijk even hier naartoe. Daar naar binnen, kunnen we het opentrappen. Bam! Nou, ik dat weet, open ik echt nooit meer fatsoenlijk een deur. Nou trap ik echt gewoon elke deur open, dat werkt veel beter. Want ik deed het altijd heel rustig. Maar nu ga ik ze gewoon allemaal opentrappen, dikke vinger, jongen. Dat moet ik doen. Oh, laten we toch, als we toch bezig zijn hier met een wapen en shit. Gelijk even extra geld jatten. Hé, hey, kijk, een lijkwagen. Komt, dat is snel. Die komt gelijk die duurt op aan. Oké, we zijn ook gelijk bijna bij de informant. Dat is aan de overkant van de straat. Als we toch bezig zijn, gaan we er gelijk naartoe. We hebben nog kutvolk achter ons aan. Zou die informant alleen zijn? Nee, tuurlijk niet. Lopen, lopen. Kunnen we hier achterlangs? Nee, dat is glas. Oké, die dude komt hier naartoe, die gaat dood. Ik hoop dat de rest het niet ziet. Het lijkt erop van niet. Goed aan het opletten, jongens. Oké, oh, dus ik duwt er boven. Wat een lachie. Wat een mongel.
We moeten hem interrogate, dus we mogen hem niet killen. Wat, chop, chop? Oké, haal op weg. Die dude zal dit nou zien, dat lichaam, denk ik. Of zit hij echt om het hoekje in het lichaam? Nee. Hij blijft daar gewoon staan. Oké. Okay. We kunnen fluiten. Dat blijft een ding wat we kunnen doen natuurlijk, maar... Die dude erboven mag wel even oprotten. Of dat doen. Dat is ook prima. Oké, neersteken. Heeft niks door. Overheen. Oh. Kut. Oké, dit werkt. Geef mij de informatie die ik wil. En dan kill ik je automatisch volgens mij, omdat we dus die wiretap niet hebben. Ze kunnen hem sowieso niet recruiten, omdat ik dus die wiretap niet heb gedaan. Oh, blijkbaar niet. Oké, okay, nou ja, hij gaat alsnog dood, die vinger. Iedereen gaat dood. Fuck jou, sentry, voordat jij fucking lager bellen. Oh, jij kwam enthousiast van de trap af. En ook dood. Oké, okay, we hebben nog heel iets damage remaining. Nu nog steeds heel iets. Dat is die vrachtwagen die er staat. Hallo, meneer politieagent die maar met een wapen weg ziet lopen en zero fucks geeft. Nou, damage complete. Dat was alles wat we konden doen. Perfect, stappen we in de auto en gaan wij deze dude killen. En dat is nog niet de penthouse dude voor de duidelijkheid. Hè? Dit is gewoon een racket boss. Was het maar de penthouse dude, dat was vet geweest. What the fuck is hier allemaal gebeurd? What the fuck hebben jullie gedaan, hé? Hij zit er ook echt gewoon vast in, zo'n beetje in die kofferbak. Echt. AI, AI. Het is op in jullie. Nou kunnen we dus daar naartoe. Return to Lenny Davis, dan hebben we dat gehad. Denk ik. Ah, fuck, wat kunnen we hiermee doen? Kunnen we dat eventueel naar dingen toe brengen? Dan gaan we het nog wel doen. Fuck. Oké, nou, dat doen we dan wel, die money stash. Daar hebben we zelf misschien namelijk wat aan. Vandaar dat we die nog wel gaan. En dat is ook het ding. Nogmaals, ik skip bepaalde standaard dingen. Maar voor de rest gaan we er echt wel gewoon snel doorheen. We hebben de damage gedaan, dus klaar. Alleen hebben we nu nog extra ding zoals... we hadden toen food supplies, volgens mij. Voor de priester. En dat is natuurlijk ook super handig. Want daar kan hij heel veel goeds mee doen. Dus dan gaan we dat zeker wel doen. En dat is hierbij niet anders. Dus we gaan daar nog even naartoe rijden. Met deze geweldig fijne auto. Dit ding is echt zoveel fijner. En dus die cash had hem. En geen idee of we het zelf kunnen houden of weg gaan geven. Don't care ook. Dus een goed iets in ieder geval om even te doen. Maar ik zie jullie daar wel. Hoi, we zijn er. Bij het constructiebedrijf waar als het goed is The Money Stashes. Hier gelijk een hoefijzer die binnen. Ik weet hier ook even mee. Oh, dat was een briefje. Dat was niet hoefijzer. Deurtje open. Nu nog rustig. Ik vind het wel cool dat je dus echt gewoon kunt trappen. Zeker niet slecht. Het kut is wel, omdat ik dus die wiretaps niet heb gedaan. Dat we niet door muren heen kunnen kijken en shit. Dus ik kan die mensen niet heel snel spotten. Dat is wel kut. Maar dat kan ik altijd nog even gaan doen. Voor de volgende part, zeg maar. Dat ik even die wiretaps doe. Dus heel veel werk is het niet. Het is gewoon die dingen even activeren en dat is het. Dus... Oh wow, zijn money stash is wel heel wat kleiner dan ik had verwacht, maar oké. Gaan we die dude helpen? Oh fuck. Wapenswitch. Dank u. Die sentry ben nog dood. Dikke vinger, hoor. Niks to the phone. Oké, hij is dood. Ik heb geen idee wie ik nu gered heb, maar anders lag hij daar in dat gat. Want ze waren bezig over die dude te killen, zeg maar, en andere shit. Dus we hebben iemand gered. Fuck it, en we kunnen de kogels wel missen. Het is niet echt het einde van de wereld. We gaan naar Lenny toe, en dan zie ik jullie dan weer. Hey, daar staan we dan bij Lenny. We staan echt super dicht op hem. Dus we gaan eens even kijken wat hij te melden heeft. Yep, ik wil doorgaan, game.
He's at the City Hall construction site and wants to see me. He knows. I don't know how, but he knows I've been helping you people. He's gonna kill me, or I'm going to jail. Then he'll kill me. Oh, God. Go home to your wife, Lenny. Pack a bag. Get out of town for a couple days. When you get back, this will all be over. You'll talk to Jimmy? Sure. Ja, hij komt helemaal goed. We gaan naar Jimmy Cavia toe. En dan zijn we dan bij de omgevallen kraan. Dat is de locatie waar wij meneer Cavar... Sorry, Cavia. Ik vond dat net wat mooi klinken. Het is ook een beetje een soort ratachtig iets, knaagdier. Het is een beetje in ieder geval. Maar waar we hem gaan killen. We gaan even achter die sentry aanbanjeren. Die deur is ergens daarboven. Ik heb geen idee of die deur mij heeft gezien. That shit's all him. Oké, we zijn gespot. Dat is minder fijn. Hallo. Oké, kom maar. Waar wil je langs? Wil je daar langs lopen? Mag. Lopen we daar gewoon rondjes achter elkaar, meneer? Niet zo handig, joh. Dat is een beetje dom. Oké, waar is onze grote vriend? Die is nog steeds boven? Ik neem aan van wel. Laten we even kijken of we deze mensen kunnen killen dan. Oh, wauw, dat is geblokt. Oh my god. Dat is een beetje jammer. Nou niet. Door het hek kunnen we wel heen schieten. Ik denk eerder dat ik jou heb gevonden. En niet jij mij. Maar oké. Oeh, daar kwam een molotov aan. Lekker warm. Hallo, mooi pistooltje. Wat het ook was. Doet erg goed zijn werk, zo te zien. Oh god, het is hier druk binnen. Oh my god. Daar waren we nooit stel binnengekomen, denk ik. Jesus Christ, moet je kijken hoeveel mensen er zijn. Een guest? Pak er zo meteen al. Oh god. Weg. Auw, mijn benen staan in de fik. We hebben hier weapon locker. En dan ben ik cash. Armor? Nope. Shotgun. Dat hoef ik niet. Fuck jou, sentry. Ja, dikke vinger, jongen. Fuck jou. Als die sentry nou nog geen bellen waren, we in Madelo geweest. Moet je kijken hoe fucking druk het al is, man. Die mensen staan allemaal aan die kant van de muur. Ik heb nog wel iets wat ik kan doen. Als dit werkt. Oh ja, ik heb trouwens ook alle wiretap dingen gedaan. Vandaar dat wij, Mooi, dat killde in ieder geval iets. Armor equippen, maar ik had alle... Oh, kut. Ik had alle wiretap dingen gedaan, dus vandaar dat ik door muren heen kan spotten. Is net wat handiger. Net ietsje pitsy. Kunnen we vanaf hier ook naar boven misschien? Dat zal vet zijn. Er zijn wel mensen hier. Nee, we kunnen vanaf hier trouwens niet naar boven doen. Ik weet niet of dat een sentry was, maar we hebben geen ammo meer. Dat is kut. Laten we eens even een shotgun fixen dan. Die ligt hier wel op de grond. Pakken we die even op. Dan maar met dat ding. Hop. Hallo. Aha, 12 o'clock. Jan pokkel. Oh, we hebben hier een handbeten wapen. Een kleine... Dit ding klonk volgens mij redelijk goed. Behoorlijk. Ja, dat klinkt wel lekker. Lekker gelijk hier. Behoorlijk zwaar, zeg maar. Een heavy weapon. Nou, dat is niet heel vriendelijk. Dit wapen is best OP ook. Holy crap. Doet echt veel damage. Oh, daar hebben we een sentry. De sentry moet dood, anders dan cold reinforcements. En ze zijn niet op te wachten. Het is wel vet dat we nu door het gebouw heen gaan waar die kraan opgeflikt is. Dat vind ik wel heel erg cool. Oh. Heb ik hem gehit? Ja, blijkbaar. Wat is die dude nog? Die zit hier aan. Oh, in jouw been. Dat blijft leuk. Dat blijft echt zo leuk. Mensen killen op bepaalde plekken en dat ze dan zo mooi reageren. Dat is echt een geweldig iets in deze game. We hebben niet zo heel veel ammo voor het andere wapen. Dat is kut. Running for cover. Running for cover. Ja, try me on for big size dingen. Oh no, een shotgun.
No. Shit. Wat nu? Weet je wat? Die Vargas painting hier is belangrijker. Nou, jongeman. Daar gaan we dan. Hij is een beetje tegenstribbel ook, hè? Idioot. Sowieso kill. Tony D is gonna bury me. You hear? Bury me. Dat mag. Ik heb jou vermoord. Dan mag hij jou gaan begraven. Daar hebben we allebei iets van aan, hè. Dan doen we dat probleem opgelost. Dat was wel heel erg vet om te doen. Records and loyalty. Each underboss wants to improve their earn. So they offer you favors like weapons, markers, vehicle upgrades and services through their associates. Plus, assigning an underboss a record will increase their loyalty to you. Ah, hier hebben we Cassandra haar dingen. Als we dus nu deze record aan Cassandra geven, dan krijgen we een silenced M1 N8. Dat is het wapen waar we zo net mee hebben gespeeld, maar dan silenced. En gunsmith increased ammo carrying capacity. Als we dan naar Vito gaan, dan krijgen wij de Masterson semi-auto silenced pistol. Een high damage silenced pistol. En we krijgen dat de conciliaire dingetje, oftewel Betty, kan nu mijn kickback ook ophalen. Anders moet ik zelf het rondrijden naar Cassandra, Vito en Burke. En zij haalt het nu automatisch voor mij op. En dat is elke keer toch wel 6000 cash. Dus dat is sowieso al een goeie. En bij Burke krijgen we een Silence Deacon. Dus ook een Silence Pistol. En we krijgen Clear Blue, blablabla. Voor 2 minuten in plaats van 30 seconden. Nou, ik had sowieso al gezegd dat we naar Vito gingen. Maar dan weet je een beetje wat je dus krijgt als je deze record aan iemand toewijst. En dat stukje papier irriteert me echt mateloos. Maar toe maar. Assign to Vito. I'm downtown. Need some help securing it. Okay, my boys are gonna come over and make sure it's all nice and locked down. But I ain't doing it as a favor. I expect you to look out for me. Remember, we're supposed to take down Marcano together. Anyone who thinks Sammy Robinson was the Mardi Gras mastermind is a moron. Just because he was involved doesn't mean it was his idea. And none of the evidence ever added up. The money wasn't recovered, and Sammy didn't shoot himself in the back of the head and then burn down his own bar. The only reason people believe Sammy was behind it was his skin color. Dat is fucking lullig en fucking achterlijk van al die mensen dan. In dat geval. Dan heb ik gelijk muziek erbij. Yay, Inside Man. You've upgraded the conciliatia dingetjes. He now has an Inside Man. You are now able to see all nearby enemies through interview without wiretapping. And when called, the conciliatia will automatically collect any available kickback. Fuck yeah, dat is ziek. Dat is zo handig. Dus nou hoef ik niet meer zo snel te wiretappen. We kunnen gewoon alle enemies zien. Echt geweldig. Deze game heeft echt goede uitbreiding ook voor dat. Zodat je echt een reden hebt ook om te kiezen en dingen te doen. Dus fucking awesome. Ik vond het een leuke part. Ik hoop jullie ook. Vond je het leuk? Vergeet niet even te liken. En dan zie ik jullie hopelijk weer in de volgende video. Laters.